Ik ben Olivier Richters. Ik ben 2,18 meter lang, 150 kilo zwaar. En daarmee de langste bodybuilder van de wereld. Ik was als baby al echt enorm groot. Ik was zo'n 59 centimeter. Ik stak altijd een kop boven de andere kinderen uit. Op een gegeven moment groeide ik gewoon 3 centimeter per maand. En ik was op mijn 14e was ik zelfs al 2 meter. Op mijn 17e was ik 2 meter 10. En op mijn 19e na 20e ben ik uitgegroeid tot 2 meter 18. Kijk, een echte bodybuilder kan ik mezelf niet noemen. Het is niet dat ik train om bijvoorbeeld wedstrijden te doen. Ik kan niet met 2,18 meter naast iemand van 1,75 staan op een podium. Ik zou ook nooit iets gaan winnen. Het is meer dat ik de levensstijl van een bodybuilder volg. En het leuke ervan is, nu ik steeds groter en groter word, je merkt dat ik een interesse van een hele andere hoek komt. En dat is de filmwereld. Eigenlijk een beetje wat Arnold Schwarzenegger ook heeft meegemaakt. Hoe groter en bruter hij werd, hoe meer hij voor films werd gevraagd. En dat is eigenlijk ook wat mijn droom is, in de speelfilms komen. En ik heb net mijn eerste speelfilm gehad, Ravers. En ik krijg steeds meer reclameopdrachten. En ik heb mijn tweede speelfilm in 2019, die staat alweer klaar. Dus ik ga een ontzettend spannende periode tegemoet. En dat is wel gekomen doordat ik die sport bodybuilding ben gaan doen. Te geven om deze 150 kilo nu vast te houden, moet ik 6000 calorieën per dag eten, verdeeld over 7 maaltijden, waarbij ook 400 gram eiwit erin zit. Dat kost zoveel tijd, energie en geld dat ik daarom zo blij ben dat Muscle Meat 5 jaar geleden is ontstaan door mij, mijn broer en zijn vrouw. Dat komt omdat we eigenlijk 3 dingen doen. Mensen kunnen bij ons in bulk kopen, waardoor je goedkoper uit bent. We hebben enorm veel kant-en-klaar producten, waardoor je bijna geen tijd meer kwijt bent in de keuken. Omdat je zelf niks meer hoeft te bereiden. En we passen de recepten van de producten zo aan, zodat er meer eiwit in zit, minder vet, in ieder geval zodat jij je doel veel sneller gaat bereiken met onze voeding. Eigenlijk vanaf jaar 1 dat ik ben gaan trainen, gebruik ik als supplement naast mijn dieet. Altijd ook al Xtra Nutrition, omdat ik heel bewust was dat er gewoon heel veel merken waren. En ik wou gewoon het merk wat bekend stond voor kwaliteit en ook betrouwbaar is. Ik heb wel altijd gewoon bij de basis gehouden. Iedereen kent wij. Ik gebruik dan de versie wij Hydro. En dat doe ik omdat het al voorverteerd is en dat zorgt dat het sneller opgenomen wordt, verteerd in je lichaam. Waarom? Omdat ik eigenlijk wij alleen gebruik op het moment dat ik het snelst nodig heb. En dat is bij het opstaan, wanneer mijn maag 's nachts leeg is. En na het trainen. Volgende supplement dat ik gebruik is de Vitamin Pack van XXL. Omdat ik toch ergens bang ben met het grote lichaam dat ik ergens een voedingsstof ga missen. Kleine kans, maar ik wil gewoon zeker onzeker nemen. En die Vitamin Pack zit gewoon alles. Als laatste, en misschien is die nog wel belangrijker, is tijdens de training. Ik weet niet of het komt omdat ik zo groot en lang ben, maar na een half uur merk ik gewoon dat ik lichtjes in mijn hoofd word. En sinds ik Dextro Juice tijdens het trainen drink, merk ik dat ik gewoon een uur lang gewoon echt kan volhouden met trainen. Ik heb eigenlijk 4 doelen voor het komend jaar. Dat is nog groter worden, kijken waar mijn natuurlijke grens gewoon ligt qua bodybuilding. Muscle Meat verder laten groeien, samen met XXL Nutrition, daar hoop ik altijd een fantastische samenwerking mee te behouden. En verder ook in de acterende filmwereld te komen. Dus hopelijk zien jullie mij ooit in de Nederlandse bios. Oh. Was dat echt nog niet?